Wat we in deze les gaan doen is, wij gaan de apparatuur gaan we updaten. We beginnen met het updaten van de CDA's, CDA 2000's. En vervolgens doen we ook even de DEM 900 Nexus. Waarom is het belangrijk dat jij dit allemaal update? Omdat er op het moment dat jouw apparatuur uitkomt, hoogstwaarschijnlijk toch nog hier en daar wat foutjes in de firmware zitten. De firmware is eigenlijk de software die draait op jouw apparatuur. Het is gewoon een soort computertje eigenlijk, jouw speler. En dat draait op software, op firmware. En dit moet gewoon zo nu en dan even geüpdate worden. Want anders kan het zijn dat je fouten in je beeld krijgt. Of dat functies net niet lekker werken zoals ze horen te werken. En door deze updates kunnen de fabrikanten kunnen de foutjes daar nog uithalen. En op die manier jouw apparatuur verbeteren eigenlijk. Het is een gratis upgrade. Goed. Wat we gaan doen, we gaan eventjes naar deze les die ik op dit moment aan het opnemen ben. Dus die is nog niet af. Je ziet hier een lege les. Updaten. Ik had wel alvast het linkje erin gezet. Wij hebben Pioneer apparatuur, dus wij gaan eventjes hier kijken. Als eerste selecteer je het apparaat waar het om gaat. Nou, wij hebben de CDA 2000 Nexus hebben we. Ik meen dat die hier nog niet tussen staat. Dan zullen we even handmatig moeten zoeken. Maakt niet uit, dat doen we. CDJ 2000. Een zwarte, ja, die heb ik. Laten we eens even kijken. Nou, je ziet in dit geval de laatste update is in 2015 geweest. Want ik wil de firmware update. Software is wat jij gebruikt op je laptop, op je pc. Als jij je CDA verbindt met je computer, dat kan. Dan kun je hem als controller gebruiken. Of als je bijvoorbeeld als MIDI apparaat. En daarvoor heb jij software nodig. Zodat je apparaat kan communiceren met je Windows of je Apple computer. Daarvoor heb je de software. Die hebben wij nu niet nodig. Wij gaan kijken naar de firmware. Ik koppel mijn apparaat niet met mijn laptop. Dus ik heb de software update ook niet nodig. Firmware. Nou, hier de download link. Die pakken we. Je ziet hij gaat downloaden. Dan hebben we die nu gedownload. Ga ik eventjes switchen naar de verkenner view. Woop. Dan zien we hier het pakketje waar het om gaat. Deze doen we eventjes unzippen. Hier een mapje. En daar staan mijn bestanden staan daarin. Wat gaan we met die bestanden doen? Ik pak mijn USB-stick. Degene waar ik mijn muziek op heb. Ook eventjes in mijn computer. Kijk, pling, daar is die. En ik koop hier al deze bestanden. Oh, hier is die. Naar de hoofdmap van mijn stick. Deze staan nu op. Dus mijn USB kan er weer uit. En dan ga ik eventjes switchen naar de camera. Kijken dat ik de goede eruit gooi. Ja, die is eruit. Goed, we gaan nu eventjes de firmware gaan we updaten. Ik doe het eventjes voor één speler, maar dit moet natuurlijk voor beide spelers in principe. Want jouw apparaat heeft zijn eigen firmware, zijn eigen programma waar die op draait. En zul je dus zowel deze als deze CDA apart moeten upgraden, apart moeten updaten. Hoe zie je welke versie van de firmware jij op dit moment draait? Het kan op twee manieren. Ga naar het utility menu. Scroll helemaal naar beneden. Dan zie je version number zie je staan. 4.33 in dit geval. Nou, we zagen al dat is de meest recente versie is dat. Dus dit is in principe al up-to-date. Toch gaan we eventjes doorlopen. Ik zet de CDA uit. De tweede manier waarop jij kunt zien welke firmware erop staat op dit moment is aanzetten. En je ziet hier beneden in beeld. Zie jij version 4.33. Ik zet hem weer uit. We gaan hem nu eventjes updaten. We houden USB en Reloop Exit houden we tegelijk ingedrukt.
zetten de speler aan. Je ziet een lampje gaan branden, hij staat aan. Ingedrukt blijven houden. Even wachten, ingedrukt houden, ingedrukt houden. Kijk, we krijgen nu een melding. Connect USB storage device into top USB port. Nou, dat is precies wat we willen, want wij hebben hem op mijn USB stick gezet, de update. Dus, dat doen we. Voer hem in. We wachten eventjes. Kijk, ik krijg nu de melding. Firmware update is complete. Turn the power off/on before using. Dit komt omdat de meest recente versie er al op staat. Normaal gesproken zie jij dat die het menuutje doorloopt en alle updates gaat uitvoeren. En na afloop krijg jij dezelfde melding. En dan is je update is klaar. Zetten de CDA weer uit. En we zetten hem aan. En je zal zien, hij doet het gewoon. Hij is nu die versie. En we kunnen de USB gewoon gebruiken zoals wij hem willen gebruiken. Je updatebestandjes zitten niet in de weg. Dus wat je kan doen, je kan gewoon de meest recente firmware updates kun je erop laten staan. En op die manier, als jij weet dat je op deze apparatuur moet gaan draaien, eventjes een updateje uitvoeren. Dat zit eigenlijk voor de CDA's. Dan gaan we nu ook eventjes de DEM updaten. Oké, we gaan nu verder. We gaan de DEM 900 Nexus gaan we eens eventjes updaten. We zitten nog steeds hier in de les. Nog steeds zonder video, want die zijn we nu aan het opnemen. We klikken weer eventjes op de link. Dan zoeken we ons apparaat zoeken we weer eventjes op. In dit geval DEM 900 Nexus. Die is blijkbaar ook niet meer waard om in deze lijst te zetten. Natuurlijk al net een beetje ouder. Maakt niet uit, zoek hem eventjes handmatig op. DM-900. Kijk, dan hebben we hem. Gewoon de Nexus Black. Deze moeten we hebben. We doen hetzelfde als net. We willen de firmware update. We zien hier, ook uit 2016 is de laatste update al voor dit apparaat. Dan kan het zijn dat hij al up-to-date is. Ik weet het niet zeker voor de mixer. Ik kan me niet herinneren dat ik hem heb geüpdate. We hebben hier wel eventjes een belangrijke stap. Omdat, ik zal het eventjes laten zien. Switch even naar de camera. Zoals je kunt zien, ik heb mijn UTP-kabel heb ik hier aangesloten. Op de mixer. Omdat we op de mixer hebben we niet zo'n mooie USB-poort zoals op de CDA. Om onze stick in te prikken. Dus gaan we dit eventjes via de UTP-poort doen. En daarom heb ik deze aangesloten. Zit in de mixer. Daarom moeten we eventjes opletten bij het volgende. Gaan we eventjes terug naar Chrome. Kan je het net wat beter zien. Firmware update. Je ziet hier staan Mac. Ik wil met mijn vinger wijzen, dat zie je natuurlijk niet nu. Mac. Misschien heb je Mac, dan moet je deze hebben. Ik heb geen Mac, ik heb Windows. Dus ik wil deze. De firmware update voor Windows. Ja, oké, daar zijn we. We hebben weer een zipje. Even de goede pakken, deze. Hier doen we hetzelfde als net. Uitpakken in map. We gaan eens even in het mapje kijken. In dit mapje. Kijk, we hebben hier een .x-file. Deze moeten we hebben. Voordat we die gaan openen, zetten we eerst eventjes. Ik zal de camera weer eventjes pakken. Vanaf nu doen we het verder op de camera. Op het moment dat wij de mixer aanzetten, moeten we twee knoppen ingedrukt houden. Dat zijn in dit geval de Q die boven de beat effecten zit en de on-off knop. Dat doen we, die houden we ingedrukt. Zet de mixer aan. Ingedrukt houden, ingedrukt houden. Kijk, er staat nu iets. Update. Versie 1.21 staat hierop. Kijk, dat is inderdaad nog een wat oudere versie. Dan gaan we ons .exe bestand eens openen. Ja, language, prima, noem maar in het Engels. Update, gewoon op start, toegang toestaan. Sending firmware.
hebben we nu in beeld. We wachten eventjes. Alle vertrouwen erin. Finish sending the firmware. Exit this download software. Please confirm a screen on the DM900 Nexus. And reboot after end. Oké, nou goed. Druk op oké. Ik zie hier al. Wait met een voortgangsbalkje. Super, hij is nu aan het updaten. Mijn laptop heeft alles er al naartoe gestuurd. Dus dit kan ik helemaal afsluiten en wegdrukken. En ik wacht gewoon eventjes tot hij klaar is nu. We zijn er bijna, denk ik. We wachten nog eventjes. Succes. Nou, top. Wat we dan doen, dan zetten we hem uit. En op het moment dat we hem aanzetten, hebben wij de nieuwe firmware erop staan. Ik kan het nu niet laten zien voor de rest. Er komt geen versienummer voorbij bij het opstarten van deze. Maar we het wel kunnen zien. In het utility menu en waar als het goed is ergens een nieuwe functie zitten. Niet in deze, het zit in het clubmenu. Utility ingedrukt houden als je hem aanzet. Peak Limits, dat is een nieuwe functie die erin zit. Dus weet ik dat die nu geüpdate is. Nou, alles is gelukt, alles werkt weer. En dat is het in principe voor het updaten van je firmware, van je apparaten. Het is een kleine moeite, dus doe af en toe gewoon eventjes een check of er een update is voor je apparaten. Het kan net even wat foutjes uit je apparaten halen en dit zorgt ervoor dat je apparatuur goed werkt en goed blijft werken. Het is niet voor niks dat ze die updates dat ze die uitbrengen. Het kunnen fouten zijn die je nog niet bent tegengekomen. Het kunnen fouten zijn die je wel bent tegengekomen. Check het gewoon zo nu en dan eens eventjes. De firmware updates voor je apparaten. Goed, dat waren de tips en tricks waar dit voor nu. Je hebt gezien hoe je apparaten kunt updaten voor deze. Mocht je andere apparaten hebben, het zal vermoedelijk ongeveer zoals hier gaan. Maar check eventjes de handleiding van Pioneer, daar staat het anders ook omschreven. Het zijn in principe dezelfde stappen, maar het kan zijn dat je net eventjes twee andere knoppen ingedrukt moet houden. En dan is het wel handig om te weten welke dat zijn.